Een motorrijder is woensdagavond zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de Nijmeegse banen in Groesbeek. Het ongeluk gebeurde rond 10 uur 's avonds. Volgens ooggetuigen heeft een automobilist de motorrijder niet zien aankomen en is de motorrijder vervolgens geschept. Er waren veel hulpdiensten aanwezig op de Nijmeegse baan, waaronder een traumahelikopter. Ook de automobiliste raakte gewond. Zij is behandeld bij de huisartsenpost en daarna verhoord door de politie. De Nijmeegse baan in Groesbeek was tijdelijk afgesloten omdat de politie onderzoek deed naar het ongeval.